dit moet een hele snelle opname worden. Want ik wil er maar een half uur over doen, want dit gaat over de Volkskrant. En waarom zou je lang stilstaan bij de Volkskrant? Even kijken naar welke uitzendingsnummer dit ook alweer was. Dit levert een heel klein beetje vertraging op, maar ja, kom op, dat vergeven jullie me wel. Dit is namelijk nummer 167 en die gaat over de Volkskrant. Het is dan de Volkskrant niet als krant, maar op het internet. Kan je gewoon gratis bekijken. En ik wilde er heen rousen in een half uurtje en heb je ook gelijk de Volkskrant gelezen. We beginnen met een artikel, dat is het hoofdartikel. Dat Israël, de staat Israël, kondigt opnieuw bouwnederzettingen aan. Illegale buitenpost ontruimt. Ja. Snap je me? Dus Israël gaat opnieuw nederzettingen bouwen. De bouw van nederzettingen wordt aangekondigd. En illegale buitenposten worden ontruimd. Maar wat is hier aan de hand dan? Barry Gamish, die man is dood. Ik pak hem er even bij. Dat jullie weten dat ik niet uit mijn nekharen kletsert. Dit schrijf je zo. Daar zat hij al. Deze jongen. Barry Gamish is het gewoon. Ja, nee, zo ben je dan. Moet je eventjes naar hem luisteren. Wat zijn familie is aangedaan. Dat er eerst verteld werd. Ja, nee, ga maar gewoon. Hier heb je contract. Koop maar land. Bouw maar een huis. Riolering met z'n allen. Maak maar een weg. Ga maar sinaasappels verbouwen. Jaffas. En dan 16 jaar later, boom, boom, knal, knal, weg, weg. En, meneer Gamish heeft dus gewoond en geleefd in Israël. Hij heeft gevochten voor het IDF. En hij zit ook hier. Dat doe ik ook nog even bij voor jullie. Ik hoop dat jullie het goed kunnen lezen. Hier staat hij ook. Daar, zie je? Daar kan je hem ook vinden. Hij is overleden. Dus, zijn kanalen zijn nog wel of zo, maar hij is weg. Dit is de zoveelste truc die ze doen met Israël. Israël is een politiek land, zullen we maar zeggen. Het is avondland. En dat moet je hebben. Dus als je een spelletje Risk wil spelen, dan moet je in Israël zitten. En de paus, die wil dat graag. En die krijgt Israël maar niet. En die wordt er steeds zagrijniger van. En momenteel heeft hij dan sinds 1993 met die Oslo-akkoorden, heeft hij formeel gesproken 60% van de grond heeft hij in handen gekregen. Alleen het punt is, er wonen allemaal Israëliërs. En die zijn zowel Palestijn als Jood, als Christen, Armenier. Al die mensen zitten er maar. Ja, die mensen moeten er weg, want de paus moet er naartoe. Dit is dan. Dit is de tweede manifestatie tegen Trump. Hè. Die is hieronder. Oep. Heb ik dat goed gedaan? Als je dus deze terugpakt, is de vorige pagina. Ja, kijk. Hieronder manifestatie op Malieveld tegen Trump. En dan kom je hieruit. Die kan weg. Dan kom je hieruit. Ja, wat wil je daarmee? Amerika is aan het einde van de 18e eeuw overgenomen door de paus. En dan echt officieel formeel. Dat vonden die Amerikanen ook helemaal niet leuk. Je moet niet denken dat die mensen dat leuk vonden. Toen ze erachter kwamen hoe ze bij de neus genomen waren. Nou, een Trump die trompeteert gewoon zijn dingetje lekker mee.
En dan gaan ze dus ook manifestaties tegen hem beginnen. En dat hebben ze dan hier gedaan in Den Haag. Dan gaan ze tegen Trump zijn. Ja, waarom dan? Hè? En er zijn ook hier vrouwenmarsen geweest. Wat heb je daar nou weer aan? Mijn oma, die zat vroeger bij de wandelclub. En die wandelden echt. En mijn oma, die kon wandelen. En die wandelde gewoon. Maar wat is een vrouwenmars? Vrouwen aan de macht? Ja, doe het een keer. Ook eventjes even afdwalend, hè, maar lieve feministen, alsjeblieft. Ik ga ook al tegen de 60. Je kan niet verwachten dat ik het eeuwige leven zal hebben tot aan mijn 135ste. Om het maar even op zijn Frans te zeggen. Hè? Dat was een grap natuurlijk. Maar ik ga ook een keer eraan. Hè? Je kan niet verwachten dat mensen zoals ik het alsmaar blijven doen. Neem de macht over. Hè? Ik ben er niet zo lang meer om jullie te begeleiden. En jullie bakken er echt helemaal niks van. Je loopt wel lekker de vrouwen te marcheren. Van 1, 2, in de maat, anders wordt. Wacht eventjes, hè? De juffrouw kwaad of de meneer? Ja, Donald Trump natuurlijk. Dat zijn viesbeukjes. Je loopt te mopperen op Donald Trump. Je moet helemaal niet mopperen op Donald Trump. Die man, je moest eens weten wat die hairdo kost van die... Meneer, dat kost er echt wel iets van $500 in de week, denk ik, om dat beetje haar nog overeind te krijgen. Ja, dan wil je Holland Against Hate. Ja, voor een vrije, open en tolerante samenleving. Ik wil helemaal geen vrije, open en tolerante samenleving. Zolang er hier eikels in de rondte lopen. Ik liep laatst weer open straat. En er was er gewoon een negroïde man. En die zat op het terras. Die had kennelijk niks besteld. En die moest toch plassen van zijn blikje energy drank of zo. Want dat zal weer een Mohammedaan geweest zijn. Die drinken dan geen alcohol, maar zitten wel op het terras. Met een blikje energy drank. Van de supermarkt. Van 30 eurocent uit de aanbieding. Maar die gaat er gewoon staan plassen. Tegen een prullenmand. Het is een bak die is bedoeld om papier en dergelijke. Dus geen dode katten. Niet als je een dode kat hebt. Die moet je dus. Die inburgeringscursus, hè, die moet recht aankomen. Maar voor iedereen dus. In een prullenmand doe je geen dode kat. Je moet er ook niet in kotsen. Dat is ook niet gebruikelijk. Maar in noodsituaties mag dat wel. Maar als je op het terras zit zonder te hebben betaald en je denkt ik moet plassen en ik ga tegen de prullenmand aanstaan. Nou, daar wil ik helemaal niet vrij, open en tolerant voor zijn. Dat vind ik echt belachelijk. Zo'n vent moet gewoon een draai om zijn oren krijgen. En dan van die strapbands om zijn polsen en afvoeren naar het vrouwenkamp. Waarmee ik bedoel het kamp dat door de vrouwen gedomineerd wordt. Want daar heb ik echt behoefte aan, lieve dames. En niet een beetje lopen zeuren, deze een vent met zijn bad hairdo. En die buigt voorover voor de paus voordat jij Mississippi kan spellen. Ja, ga een beetje lopen zeuren tegen een zwak Janus. Door Donald Trump heeft net zoveel overlevingskans als een John F. Kennedy of een Jimmy Carter. En die is er dan wel levend van afgekomen. En Ronald Reagan heeft alleen maar een kogel in zijn buik gehad. En Pim Fortuyn, ja, die is dus wel dood. Ja, zo moet je kansen gewoon afwegen. En Donald Trump zal het niet doen hoor. Ik denk dat Donald Trump wel snapt dat hij precies moet doen wat de paus wil. En ik denk dat de paus ook heel goed snapt dat wij inmiddels achter zijn daad met 9-11 zijn gekomen. Hè? 11 september heet dat ook wel op zijn Nederlands. 2001. Wij weten dat de paus schuldig is. En hij heeft in Zuid-Amerika, daar in Argentinië, heeft hij toegezien op het... Ja, terwijl heeft hij toegezien, terwijl hij de baas was van de Jezuïetenorde in dat territorium, de Diocenea, Diocea of zo, dat stukje land wat van hem was, namens de paus van die tijd,
zijn er meer dan 30.000 mensen voorzichtig geschat. Gewoon weg, 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 zoals de Surinamers zeggen. En Donald Trump die danst naar zijn pijpen. Dat is genoeg over Donald Trump, denk ik. En dan heb je dus hier een Wouter Boy. En die is 28. Ja, what do I care? Ja, sorry hoor, maar... Dan heb je een Elmar Smit. En die is dan 24. Ja, ik zou graag willen weten waar die mensen geboren zijn. En wat ze überhaupt... Ik wil eigenlijk een linkje. Gewoon een Facebookpaginaatje. Wie is Wouter Boy? En Elmar Smit. En 28 en 24. Ja, in ieder geval die jongen van 24, die is waarschijnlijk niet zo slim als zoals ik was toen ik 24 was. Want ik ga dus door volgens mijn omgeving als geniaal en als profeet, dat wil zeggen. Maar toen ik 24 was, lieve mensen, dat zal je best teleurstellen, maar toen was ik echt niet zo slim hoor. Toen was ik best wel behoorlijk dom. En toen ik 28 was, toen begon mijn grote depressieperiode. En toen ik 32 was, toen zat ik dus hier in het psychiatrische instituut. Ja, dus wat heeft Wouter Boy en Elmar Smit mij te vertellen? En laat mij iets vertellen door iemand die een jaartje of 70 is. En die gewoon zegt van, mijn rollator is kapot, maar die heb ik gewoon... Ik heb zo'n vriend, hè, zijn rollator was dus echt kapot. En dan kon hem ook helemaal niet repareren. Want die bouwt helemaal niet. Dus hij was teruggegaan. En dan had hij zijn kapotte rollator. Had hij dus al wankelend. Dan moet hij ook de bult af. Maar hij gaat ook de bult op hoor. Ik bedoel, hij heeft wel een rollator. Maar die man loopt wel hè. Hij drinkt zijn biertje en hij rookt zijn checkje. En dat gaat allemaal wel goed. Dus hij heeft zijn rollator ingeleverd bij de dienst. En toen kreeg hij dus een leenrollator. En die moest hij wel terugbrengen. En dan zou hij zijn oude rollator zou hij dan gerepareerd terugkrijgen. En hij biechtte mij gewoon eerlijk op met een twinkeling in zijn ogen. Hij zei van nou, dat laatste heb ik gewoon niet gedaan. Ik vind deze leenrollator wel goed genoeg. Hij heet Henk, dus die kan je net als Wouter Boy. Moet je gewoon op internet gaan en moet je intriepen. H-E-N-Henk. H-E-N-K. Dan vind je Henk ook. En dan vind je dus Wouter Boy ook en Elmar Smit ook. Wat zijn het voor geheime mensen? Wat is er voor een bullcrap? En wat is een vrouwenmars? En iedereen voelt het in zijn tenen dat het fout zit. Ja, waarom dan eigenlijk? Hè? Nou, dan ga je eronder... Krijg je dan, dit is allemaal gezeur van de sfeer zit er goed in, ondanks de muziek. Denk ik dan, hè. Maar er staat natuurlijk dat daarnaast is echt muziek. De sfeer zit er goed in. Ja, ik zie dan, ik hoor nu al wat voor muziek daar was. Hè. Dat was vast helemaal niet grappig, niet echt inspirerend of... Ja, daar komen we op. Dan kan hij alvast weer oetje, 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 oetje. Laten we dansen. Oetje, 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 oetje. Laten we dansen. Oké, maar Wouter Boy... Oh, en dan weten we nu weer Wouter Boy is. Die is politiek medewerker van de PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad. Aha. Nee, maar nu kan ik hem vinden. Ja. En hij zat dus op zaterdagavond met 3 vrienden in de trein. Aha. Nee, maar dat is belangrijk. En toen hebben ze gesproken over Donald Trump. Ai, ai, maar dit is goed bericht. Dus tegenwoordig hoeven die gemeenteraadsleden, die hoeven overdag niet meer te vergaderen. Nee, wel nee, die kunnen overdag gewoon op hun eigen kosten thee gaan zetten bij tante Gerda. En na afloop, als ze dan toch naar huis gaan, dan gaan ze al met z'n allen in de trein zitten. Dan gaan ze even vergaderen. Ja, natuurlijk joh. En toen kwamen ze erop. En het inreisverbod dat hij per decreet, dat is dus een executive order. Je hebt ook een pauselijk decreet. En er zijn dus 7 islamitische landen waarvan hij geen mensen meer binnen wil in Amerika. Ik ga nog even door en dan ga ik reageren. We waren boos en vonden dat we iets moesten doen. Ja, dat is een beetje boos namens wie? Mij interesseert het helemaal geen ene donder. Ik ben helemaal... Hier in Nederland zitten we onder de mensen die allemaal talen spreken.
dat ik denk, ik heb echt een nieuwe inburgeringscursus nodig. Van iedere Nederlander die werd al geacht om de wet te kennen. Maar tegenwoordig moet je ook Swahili's kennen en Turks en Koerdi's en een beetje Berbers en een beetje... Ja man, hallo. Waar haal ik de tijd vandaan? En wie komt dan hier de afwas doen terwijl ik Turks aan het leren ben? Want ik kan niet Turks leren en de afwas doen voor mijn dochter, snap je? En eten koken en boodschappen doen. Moet ik dan met oordopjes inlopen in de supermarkt en dan krijg ik Koerdische cursus? Ja, natuurlijk moet je er helemaal mee kappen met die ongelofelijke onzin. Dat alles opgelost wordt als iedereen naar Nederland komt. Want in Nederland hadden wij René Descartes en we hadden Spinoza. We hebben Gerard Heijmans. We hebben die vent gehad van de Sufi-beweging daar in Den Haag. We hebben Krishnamurti gehad. Die zat in Ommen. En we hebben die man gehad van Maharishi Yogi in Vlodrop. Ja, hier was iedereen altijd blij. Dit is het meest kloterige stukje van de wereld wat je maar kan vinden, waar de zon nog enigszins schijnt. In het noorden dan. Maar wij zijn het laagland. Wij zijn de allerbeste burgers. Iedereen wil ons. Dan gaan ze ons volstorten met al die Turken. Dat ze net worden als ons. Ja, dat is allemaal leuk. Maar dan wil ik daar wel een vergoeding voor. Ik heb Turken gewoon geleerd. Van jongens, als je een leuk restaurant wil hebben. Dan passen daar geen TL-balken bij. En zo die keek die Turkse uitbater, die keek me echt zo aan als een dode haring. En die zei van, wat bedoel je? Ik zei, dat is niet gezellig, mijn jong. Die TL-balken moeten uit en je moet gewoon lampen kopen. En dan ging die Turk tegen me zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen geld voor lampen. En toen zei ik tegen hem, lul, de volgende keer krijg ik 3 jenever van jou, krijg je van mij 5 lampenkappen. Ik loop wel eventjes naar de tweedehandswinkel. Dan scoor je van die dingen. Die kosten een paar euro. En voor de rest is het knutselen. Met een beetje, ja, een stroomdraad moet je hebben. En een fitting. En la la la. Dan hang je gewoon lampjes boven je tafel. Ja, dat duurde 2 weken. En dat is zijn neef of zijn oom of een achteroom. Was altijd een familielid en dat soort kringen. Hè. En die had allemaal van die lampenkapjes gevonden. Want die hoeft alleen, oh, lampenkapjes. Ja, hoppakee. Maar dat moeten die Turken nog leren. En wij zijn er al aan voorbij. Daarom heet dat ook achterlijk gebied. En gedenk goed dat als ik dat zeg, dat in de Bijbel staat, in het Nieuwe Testament, de laatste zullen de eerste zijn. Hè? Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld worden. Maar wij zijn die mensen aan het opvoeden. Aan die details aan het leren. Hè? Nou, dan gaan we weer verder met wat deze man zei. Dat is dus die Wouter Boy. Die zei dus dat hij op het trapje zat in de wagon. Trapje in de wagon, ja dat, ja. Oh ja, hij zat dus op de trap. Ja, nou en, het was heel druk in het trein, oké. Okay. En toen, oh hij zat, oh nee, ik snap het al. Even kijken hoor. Hij zat natuurlijk, met z'n drieën zaten ze in de trein. En toen werd hij helemaal heet en toen ging hij op het trapje zitten en toen heeft hij een evenement aangemaakt op Facebook. En deze man die wordt betaald, die betaal ik indirect, Wouter Boy. Van hoe oud was hij nou ook alweer? Oh, die was 28, oh die 28-jarige jongen, ja. Nou, en dan die 24-jarige jongen, Elmar Smit. En die is werkzaam op het internationaals gadverpielekus. Heeft het PvdA ook een internationaal secretariaat? Jaak. Iedereen voelt het in zijn tenen dat het fout zit met dat inreisverbod van Donald Trump, bedoelt hij dan. Hopelijk komt vanmiddag de links-progressieve samenwerking tot stand. Maar iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Oké, dus niet alleen de links-progressieve mogen meedoen, maar ook alle anderen hoor. En DENK staat ook op het podium. Oh, mooi. Ik zou niet weten wat het DENK is. Daar ben ik weer te oud voor. En welke organisaties steunen de demonstraties? Demonstratie. Als sprekers, Wouter Boy dan, hè? Als sprekers hebben we onder meer Kamerleden van D66. En daar ontbreekt toch een
apostrof of niet. Maar, ach, dat maakt niet uit. D66. We vinden het een hele verkeerde partijnaam. Je zegt altijd Doe 66. Dat lijkt me nog ergens op slaan. Maar D, van vroeger deden we dingen. Dat was in de jaren 1966. Toen deden wij nog wat en voor de rest zijn we stilgevallen. De Socialistische Partij, die weet ik ook echt niet waar die voor staat. GroenLinks, dat lijkt me... groen. Ja, je hebt paling in het groen, dat vind ik wel weer leuk. En de hulk vind ik ook wel leuk, maar voor de rest... Oh, heb je weer Denk. Maar nou, Denk zonder... Oh, maar dit is Denk met hoofdletters. Dus je, oh, dat zijn dus twee verschillende. Dus je hebt dus de Denk hoofdletter. En je hebt deze Denk. Ja? Goed in de gaten houden. Er zijn twee verschillende partijen. Het is niet hetzelfde ding. Ja? En de Partij van de Arbeid mag vrij. En ook minister Jet Bussemaker van Onderwijs spreekt. Kijk, dat maak ik me gelijk al zorgen over. Dus over onderwijs en ik, daar moet je gewoon niet over beginnen. Mijn moeder, die weet inmiddels al dat als ik bij haar de woning binnenkom, dat ze alle kranten en die moeten weg en de tv moet uit. Ik hou niet zozeer van die openbare toestanden. En onderwijs, dat is ook zoiets. Wat is onderwijs tegenwoordig? Met helemaal niks eigenlijk. Mijn dochter die kreeg dus wiskunde tentamen in 3 HAVO of 2 HAVO. Echt, dat was verschrikkelijk. Dat behelste uitsluitend staartdelen. Hoeveel, mijn kind, is 1013 gedeeld door 23? Dat heette dan wiskunde. En Jet Bussemaker, ja, die zelf, ik denk niet dat Jet Bussemaker in staat is om 1013 gedeeld door 27 te doen, hoor. En dat is dus onze minister van Onderwijs. En daarom hebben we ook dat ongelofelijke domme onderwijs. Met alleen maar vrouwen voor de klas, want Jet Bussemaker, dat is denk ik ook een vrouw. En die kan ook niet rekenen. Nee, hè, Jet, zullen we wedstrijdje doen? Wedstrijdje hoofd rekenen? Ik denk het niet, hoor, dat ze van me wint. Ik denk niet dat Jesse Bussemaker, zoals ik nu even zeg, 45 keer 45, hè, dat is 2025. Ik denk niet dat ze dat weet. 65 keer 65 kan ik ook doen, is 4225. En pi, tot op hoeveel decimalen kom ik? Even tellen. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 1, 6, 1. En die laatste, die gok ik. Maar die eerste, die waren allemaal correct. En Jet Bussemaker, die weet helemaal niks van. En die gaat ons vertellen dat we onze kinderen vooral niet moeten leren rekenen. En we moeten dingen als wiskunde, dat moeten we marginaliseren. Want als je weet hoeveel 3 keer 4 is, nou dan ben jij een wiskundige. Daar is mevrouw woord eruit geveegd. Mens die ik het liefste wegterm gehaald. Maar zij is verantwoordelijk voor het debiliseren van onze kinderen. En die gaat ook nog meespreken. Nou, daar kan je echt blij van worden. En dan maatschappelijke organisaties als Amnesty International. Nou, Amnesty International, om nou even te beginnen. Amnesty International. Hier in Nederland zit een man in de gevangenis. En die heet Baybassin. De klemtoon moet je in de gaten houden. Hij wordt in ieder geval Baybassin genoemd op zijn Nederlands. Maar op zijn Turks heet dat Baybassin. Dat is een jongen van een rijke familie. En misschien heeft die familie wel dingen gedaan die een beetje op de rand waren, daar wil ik helemaal niet over oordelen. Maar die Baybassin, die zit hier gewoon in de bak voor iets wat hij helemaal niet gedaan heeft. Laat Amnesty International zich daarin zorgen over maken. En laat Amnesty International gewoon Joris Demming onder verhoor brengen. Dat gezeur over Joris Demming en Baybassin en Marianne Vaastra. Ik ben het inmiddels gewoon totaal beu. Ik wil gewoon dat iemand opstaat en zegt van hoe zit het nou? En moet u dat maar doen met een kanon of zo?
Voor mij, wat schiet je dan maar een paar ramen aan diggelen? En dat er Ivo Opstelten, toch al niet zo goed geluncht. En toen kreeg Ivo Opstelten diarree. En hij heeft zijn dure maatpak, heeft hij ondergediarreerd. Nou, dan kan wat mij betreft Ivo Opstelten een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor de stomerijkosten. Want wij konden ook niet weten dat hij zo'n duur pak aan had op het moment dat het hem echt dun door de broek zou lopen. Wij dachten natuurlijk vanuit onszelf geprojecteerd dat hij zo'n joggingpak aan had met een broekje van 20 euro bij de Bristol. En voor die vergissing betalen wij natuurlijk. Maar gedeeltelijk, hè? Gedeeltelijk, hè? En dan heb je Oxfam Novib. Dat is een zogenaamde kinderhulpstichting. Als je kinderen wil helpen, moet je er vooral voor kunnen zorgen dat die ouders kunnen werken. Als ze kunnen werken. En als er voor die ouders, als die ouders niet kunnen werken, ja, dan moet er voor die kinderen gezorgd worden. En is het wel fijn dat die ouders dan stoppen met het maken van kinderen. Dat is een bepaalde regelmaat, heet dat. Want het is niet goed om een bio-ouder te hebben die een andere is als je socio-ouder. Dan hadden we net zo goed als een krokodil. Een krokodillen, weet je hoe die met kinderen omgaan? Nou, dat wordt echt een heel eng verhaal voor jullie natuurlijk. Maar een krokodillenmoeder, die gaat gewoon eerst lekker geil lopen doen met een mannetjeskrokodillenvader. Dan heeft ze de buik vol met eieren. En dan kruipt ze in het land op. En dan gaat ze gewoon ergens, of een schildpad, heb je hetzelfde idee. Of een vogel, hetzelfde idee. Een vogel die zorgt nog enigszins voor zijn kind. Maar ook niet alle vogels hoor. Kakkels. Man. En die pletter gewoon ergens een ei neer. Nou, en dan gaat die krokodillen, geile krokodillenmoeder, die denkt van kom, ik heb weer zin in wat haringen. En die gaat weer lekker eten. Of een eentje. Die laat zich weer vol neuken voor de volgende zomer. En die beesten laten hun kinderen in de steek. Nou, voor een krokodil is dat onvergeeflijk natuurlijk. Maar die krokodil kan er niks aan doen. Die zit nu een keer niet anders in elkaar. Wij wel. Wij kunnen voor onze kinderen zorgen. Wij kunnen niet onze eitjes afstaan aan de natuur of de omgeving. Zoals een krokodil. En een krokodil denkt van, ja, maar zo ben ik. Het leven is hap, hap. Ja. En dat soort ouders hebben wij onder ons. En die maken dus van die hap, hap mensen. Hè? En al die mensen laten hun kinderen in de steek. En dan heb je de Stichting Vluchtelingenwerk. Ja, kijk, vluchten, dat kan helemaal niet. Dat kan niet meer. Waar wil je naartoe? Naar Noord-Dakota. Waar je nog een centje kan verdienen als chauffeur in de olieindustrie. Dan moet je heen en weer rijden met een hele van die grote vrachtwagens. En maar daar heb je ook sneeuw en ijs. Je mag blijven hopen dat je motor het blijft doen. We moeten helemaal geen vluchtelingen hebben. Wat we nodig hebben, dat zijn mensen die leven in harmonie met hun land. En wat we nodig hebben, dat zijn mensen die dat zelf weten hoe dat moet. En wij, met name de Nederlanders, maar ook de Duitsers en Zweden kunnen er ook wat van. Finnen kunnen er wat van. Russen kunnen er wat van. Ga maar door. Heel Europa kan er eigenlijk wat van. Wij kunnen hele mooie dingen maken van ons land. En wij in Nederland, ons is het gewoon gelukt om stukken van de, noem het maar, dat heette toen de Zuiderzee. Maar dat is een onderdeel van de Noordzee.
We hebben een stuk van de zee ingepikt. En als je ons de vrije teugel geeft, dan pakken we nog meer van de Noordzee in, hoor. Want wij kunnen naar links toe. Dus vanuit het zuiden naar het noorden kijkt, naar links, naar het westen. Daar kunnen wij gewoon naartoe. Wij kunnen voor de kust van Noord-Holland kunnen wij een tweede dijk bouwen. We kunnen ook een eilandengroep bouwen. Dat hebben wij zo voor elkaar. Daar ga ik het een andere keer over hebben. En wij zorgen voor ons land. En dat moeten die mensen ook gaan doen. En als ze dat niet kunnen, ja, dan moeten ze naar ons komen voor onderwijs. Maar dan kom je wel naar ons toe voor onderwijs. En dan kom je hier niet naartoe voor je toiletpapier en je shampoo. Dan kom je hier naartoe om les te krijgen. Dat is een ander plan. Dat mag ook. Maar waarom hebben die mensen dat nodig? Want wat weten wij Nederlanders van Somalië of Kenia? Wat moet je ermee doen? Het zou ons misschien wel 100 jaar of 200 jaar kosten om erachter te komen wat je precies met Kenia moet doen. En Somalië. En de Centraal-Afrikaanse Republiek. Om over al die andere plekken maar te zwijgen. Wat moet je ermee aan? Die mensen hebben daar een groot sociaal probleem. En het grootste probleem daar is dat ze geen taalbeheersing hebben. En daarmee vervallen ze tot gewelddadigheid. En een domme ideologieën. En dan vervallen ze aan de Joden natuurlijk, want die zijn daar actief. En die Joden die staan natuurlijk onder controle van de paus. Iedereen die niet kan praten, die moet lekker naar het gebrabbel gaan luisteren van een Romeins-katholieke priester. Want dat begrijp je toch niet. En denk je, ah, het is niet te begrijpen. Ik leef maar een beetje door. Ja. En zo gaat het hele boel naar de... Die mensen moeten het zelf maar lekker uitzoeken. Wij moeten ons terugtrekken uit die gebieden. Tenzij we daarmee zaken willen doen. Of tenzij ze ons vragen om die criminelen daar op te ruimen. Want die zitten daar. En die tijd komt er misschien ook nog wel. En natuurlijk is er muziek. Ja, oké. Okay, ja. En wat voor muziek dan? Even kijken of ik nog een interessante vind. Ja. Je leert mensen op te staan tegen onrecht. Dat is wat je ermee bereikt. Mensen pikken niet alles meer. We hebben reacties gekregen van jongeren die nog nooit hebben betoogd. Maar ook ouderen die zeggen dat het ze doet denken aan de grote demonstraties in de jaren 80 tegen de kernwapens. Nou, die enkele quote die klopt, want dit is een ongeveer. Dit is wat hij ongeveer wilde gaan zeggen. Nou, dit ben ik met hem eens. Mensen pikken niet alles. Dat is. Maar ze pikken wel veel te veel. In die zin, als ze denken dat als ze in een weiland gaan staan, het Malieveld in Den Haag of zo was het toch. Ergens daar in de buurt. Bij het Concertgebouw in Amsterdam heb je ook zo'n plek. Kun je lekker bij elkaar komen. Maar het punt is dat deze meneer van de Partij van de Arbeid, die liegt tegen ons. Meneer Trump is van de paus. En de paus is nog nooit aardig geweest tegen ons. En waarom zou de paus momenteel wel aardig gaan doen? De paus die laat bommen gooien op Irak. En wij krijgen al die vluchtelingen. En daar moeten we dan blij mee zijn. Want dan mogen wij bewijzen hoe zachtmoedig wij zijn. En dit gaat de paus, zijn directe organisatie en al zijn handlangers en zijn onbewuste handlangers, die gaan hiervoor betalen.
Niet ik. Ik absoluut niet. Dit is weer een ander uit Frankrijk. Filon strijdvaardig naar nieuwe aanval van links. Ditmaal over riante bijverdiensten. Nou, daar kunnen we gelijk mee stoppen. Dan even oplezen. Het ging dus over in de periode van 2012 tot en met 2015, dat is dus 3 jaar, heeft zijn bedrijf, een of andere vennootschap, en die heet dan 2F Consult, die heeft €750.000... Ja, ex-BTW, inclusief BTW, dat staat hier dan weer niet. Maar over 3 jaar tijd, 750, het 750 gedeelde 3, rekenen jullie even met mij mee. 750 gedeelde 3. Nou, als eerste doe je dan 7 gedeelde 3. En dat is dus 2 keer 3 is 6. Dus dan heb je dus 6. Dus in ieder geval 2. En dan heb je dus 150 over. En die moet ook weer gedeeld door 3. Dus ik denk dan dat dat €250.000 per jaar is. Dat lijkt mij een heel aardige... Nou, kijk, prostitutie is niet iets waar ik nou direct als beroep zou kiezen. Ik vind het een beetje vernederend voor mezelf om mezelf te prostitueren. Maar als je mij €250.000 per jaar... Ik weet het niet. Ik weet niet of ik daar tegen die verleiding bestand zou zijn, hoor. Ik denk dat ik net als François Fillon gezegd had van... Yeah man, dat is wel lekker leuk. €250.000 per jaar. Man. Dat is toch... Kijk, een jaar heeft 12 maanden. Over meer dan... Dan heb je dus €20.000 per jaar. Per maand. €20.000 per maand. En dan kan je per jaar... Kan je nog €10.000 sparen. Nee, ja, nee. Volgens mij wel, ja. Even denken hoor, dat precies zit. €1.000... Dan heb je nog, dan kan je ook nog sparen. En dan kan je €20.000 per maand. Ik woon momenteel in een flat van €340. En bij mij in de kroeg, dan kost een glaasje wijn €2,50. Wat moet ik met al dat geld doen? Dat is, ja, amazing. En ik kan jullie vertellen dat dit, dat stelt helemaal niks voor hoor. Maar in die contraien, in dat gedachtegoed, is het gewoon habbekraats. Ja, hallo, 20 ruggen in de maand. Dan heb je dus, als een maand 4 weken, dan heb je dus gewoon €5.000 in de week. Dat is €5.000 in de week. Gedeeld door 7, dat wordt een hele moeilijke. Maar het is. Oh nee, dat is een. €700 per dag. En heb je per week. Heb je ook nog €100 over. Die kan je ook weer sparen. Dan heb je gewoon €700 per dag. Dus je staat, 's morgens sta je op. En dan kijk je je portemonnee, er zit €700 in. En dan denk je: kom, wat zal ik eens gaan ontbijten? Kan je het je voorstellen? Ja, niet dat ik ervan hou, hoor, want ik heb dus voor Apple International gewerkt. Apple Computer, hè? Apple Computer van Steven Jobs. Hè? Dat is in de jaren 80, 90. En daar heb ik dus ook verbleven in het Marriott Hotel in Wenen. Hè? Dat is niet het eerste beste hotel van Wenen, hoor. Ik was erg verbaasd van die luxe. Maar wat een saaie mensen. Verschrikkelijk. Net zo goed. Laat ik het vrolijk houden. Maar goed, het is heel mooi. Ik vind het ook
Ja, dat hij dan rechts is, dat is ook weer interessant. En dat die linkso's, die gaan hem dan aanklagen of zo. Maar die linkso's, wat denk je dat die linkso's... Ja, die linkso's, die nemen ook van alles, jongen. Ai. Zat hij nog iets leuks? Even heel snel, hoor. Ik moet opschieten. Ik wil het binnen een uur houden. Zowel Marine Le Pen van het Front National als onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron staat inmiddels hoger dan Fillon in de peilingen. Ja, we maken het uit. We moeten eens weten hoe het leven in Frankrijk is, man. Maar ook zonder justitiële vervolging is de schade aan de kandidatuur van Fillon al enorm. What do I care? Dus alleen maar, dan krijg je weer een of andere joker die, net als Pim Fortuyn, het moet zien te redden. Of een Donald Trumpet of zo. Dit is wel heel erg leuk. Nu gaan we echt lachen, want meestal hou ik helemaal niet van sportnieuws. Want iedereen, mijn voornaam is Perry en dan zeg ik dat. En dan zeggen mensen, Perry sport. Dan zeg ik, ja, alcohol sport. Ik probeer altijd zoveel mogelijk te drinken. En dan wel over het lijntje te blijven rijden. Dus, drinken terwijl je nuchter blijft. Dat is mijn sport. En roken zonder dat je longkanker krijgt. En stoned worden zonder dat je gekke dingen gaat zeggen. Of de hele tijd gaat lopen grinniken. Want dat slaat ook helemaal nergens op. Gewoon uien eten zonder vieze windjes te laten. Dat is ook zo'n kunst. Bonen. En dat is mijn sport. Maar goed, dit gaat dus over sport. Ik hou helemaal niet van sport. Ik vind het ontzettend gevaarlijk. Ik vind ook echt iedereen die na deze... Mijn dochter. Oh, dat is heel erg leuk. Toen zij dus op de HAVO zat, het hoger algemeen vormend onderwijs, werd haar met... Want ze had natuurlijk ontzettend mooie benen en een lekker kontje en zo. En dan stuurde ze haar dus alsmaar die gymzaal in met zo'n geile gymleraar. Die ging dan naar haar mooie vormen kijken. En zij hield helemaal niet van gymmen. En ze kreeg ook, ze heeft ook een bril. Dan kreeg ze de bal tegen haar hoofd. En dat soort, in ieder geval dat drama. Een soort Auschwitz binnen Auschwitz of zo. Heb ik ook tegen haar gezegd van, lieve kind. Jij hoeft alleen maar op je vingertjes te fluiten. En je krijgt van mij een ontheffingsbrief. Ik schrijf elke brief die jij maar wil. Dus dan hebben we ook met z'n tweeën ervoor gezeten. Dat zij dus tegen me zei van, nou pap, de vorige keer heb je dat geschreven. En misschien als je deze keer nu meer, en dan ja, een andere kleur eraan geeft, een andere wende. Hè. Dus deze keer dan dat ze naar de opticien moest. En dat was ook zo. Ze moest naar de opticien. En ik had tegen haar gezegd, dat moet je regelen op dinsdag. Maar dat was ze vergeten. Dus er was de afspraak bij de opticien op woensdag. En toen zei ze tegen mij, maar dan kan je nu toch zeggen dat ik het wel goed geregeld had. En dat ik dus tijdens sportles naar de opticien moet. Ik vond het geniaal van mijn dochter. Ik hou er ook van. En dat soort creativiteit, dat je doortast. Geweldig. En dan dit is ook echt, hè, met doping. Ik maakte me daar zorgen over. Ik heb doping zelf regelmatig gebruikt in de zin van... mijn beste doping is paracetamol. Dat vind ik, dan voel ik helemaal niks meer. En speed. Dat vind ik ook erg lekker. Maar als je mij nou vraagt hoe vaak gebruik je dat per jaar of zo. Dat kan je tellen op de vingers van één hand. Van een man die op bij de houtzagerij heeft gewerkt. Dat is een grapje. Niet vaak, dus. Maar die renners, die gebruiken dus allemaal doping. En die hebben dus, nu hebben we het nieuws. En dat is dan dus het antidopingagentschap. Die hebben geconstateerd dat er gebruik gemaakt wordt van mechanische doping. Nou, nu wil ik jullie allemaal oproepen om
Jullie hebben dus allemaal een wit kastje, weet ik. Hè? Dat hebben we namelijk afgesproken. Dat witte kastje dat bevindt zich in de badruimte of op het toilet. Als het toilet ook gebruikt wordt als douche. Dat witte kastje, daar is een rood kruis op. Daarin zit een klein potje met cyan kali. En dat noem je nu onmiddellijk. Want dit is het einde van de zinnigheid. En in een wereld waarin mensen echt niet meer weten wat ze aan het zeggen zijn. Als de taal uitgestorven is, mijn lieve mensen. Als er geen taalbesef, taalgebruik, als het er allemaal niet meer toe doet. Hè, dan zijn we gewoon dead in the water. Wat moeten we met deze trashy, dat is Engels, dat is lelijk Nederlands natuurlijk. Maar wat moeten we met deze vuilnisbakkerij qua taalgebruik? Wat is mechanische doping? Dat kan toch helemaal niet. En waar komt het nou op neer? Een of andere fiets. Die is dan. Even kijken hoor. Ja. De fietsie. De fietsen van Sky. Sky. Weet ik veel. Skynet. Is dat van oh, dat is van de Terminator. De fietsen van Skynet. Ja, weet ik veel. De fietsen van Sky. Die zijn dan bijna een kilo zwaarder dan de andere fietsen. Dat zou kunnen duiden op het gebruik van motortjes in de fiets. Nou, dat is toch geweldig? Dat is toch echt? Dat moet je ook gewoon hebben. Ik vind het ook gewoon ongelooflijk zielig voor al die fietsers. Dat ze dus... Dan moet ze al helemaal op eigen spierkracht en zweten. En ik heb ook een keer gezien, dat was een fietser, dat was een wielrenner. En die moest dus poepen. Maar die kon niet even zijn fiets aan de kant zetten. Want dan zou die de, ja, hè? Hij kon niet eventjes, hij reed wel ergens door een dennenbos. Je had in principe gewoon eventjes aan de kant kunnen gaan zitten en even ontlasten. En dan pak je wat van die dennennaalden, die ruiken toch lekker fris. En dan veeg je een beetje de boeltje af en zo. En dan is het weer ja, de laatste dennennaaltje weggepeuteren natuurlijk. Van, oh, er zit nog een klein stukje. Ja. En misschien dat je dan een stukje van je shirt moet gebruiken om het laatste dennennaaltje weg te peuteren of zo. Ja, maar, en dan stap je weer op de fiets. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus hij heeft toen gepoept in zijn broek. Ja, die fietsers hebben het zwaar. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat we al die fietsers, die geven gewoon een motortje. En ja, en dan is het gewoon een samenwerking. Dan krijg je ook een beetje iets als de Formule 1-industrie, zeg maar. En waarom geen motortjes? En dat die fietsers ook de tijd krijgen, of ze een beetje moeten poepen er. Dat ze gewoon eventjes een pitstop kunnen maken, hè? En bij die Formule 1 races, dat doen we dan bij Zandvoort. Waar het toch allemaal strand is en niemand hoort dat. En die meeuwen, die krijgen ze zelf ook allemaal. Dus, en dat fietsen, dat doen we dan gewoon lekker door de bossen. Dan kunnen ze gewoon lekker poeperen. En nu hebben ze motortjes. Ja, ach. En dat heet dan dus, nog even de termen bij terugpakken hoor. Want het is toch echt ongelofelijk, hè. Mechanische doping. Ja, je kan overal wel een grapje over maken. Ik probeerde net ook. Hè, met dat die ene man moest poeperen. Het zag er echt heel vies uit. En volgens mij zat er ook echt poep aan zijn... Ze hebben dan van die handschoentjes aan, die wielrenners. Maar had hij gewoon poep aan zijn handschoentje. Ik heb het gewoon gezien op tv. Hè. Hij ging gewoon met zijn rechterhand ging hij gewoon in zijn ongelooflijk aerodynamische sportbroek. En gelukkig had hij dan een harde drol. Hij zal maar diarree moeten hebben gehad. Ach, oh, erg. En je zag die drol gewoon voor. Dan had je toen van die motocams. Op zo'n motor. En dan zat een cameraman. Hè, en die hield alles in de gaten. En je zag gewoon dat excrement. Hè, de drol, zeg maar. Ja, en die belandde dan wel in een dennenbos. In principe zat er een positief einde aan. Die wielrenner heeft niet gewonnen.
dan krijgen we dit. Pesticiden moet je van groenten en fruit wassen. Klopt dit wel? Nou, het is een heel lang artikel. En waar het op neerkomt is dat pesticiden, die zijn hydrofoob. Even kijken hoor, want ik zat even. Dus pesticiden kan je er niet afwassen. Kijk, hier staat het. Je kan het er niet afkrijgen. Dat is het enige. En wat ze dan zeggen, nou, het is wel verstandig om het een beetje te wassen. Want dan was je het. Ja, dat lijkt me ook. Champignons, die zou ik niet wassen. Dat vind ik dat is niet lekker. Champignons moet je gewoon borstelen. En pesticiden, ja, die krijg je gewoon binnen. En wat hierboven staat, en dat is natuurlijk op zich zorgelijk. Tot eerst dood. Bestrijdingsmiddelen op. Ja, is dat illegale nederwiet, maar is er dan legale nederwiet? Zo'n addertje in het onder het gras, hè? Bestaat er legale nederwiet? Waarvan je weet dat er dit niet in zit? Nou, wat mij betreft wel. Ik heb een vriend. En die heeft ook weer vrienden. En ik heb ook een andere vriend. En die heeft ook weer vrienden. En al die jongens, die stoppen gewoon eens in de zoveel tijd. Vooral als het dan april, maart of zo, hè. Dan stoppen ze gewoon zaadjes in de grond. En dan is het een kwestie van wachten. Ja, eigenlijk wachten. Goede grond. Dat is gewoon buitenwiet. Helemaal niks. En die ene vriend van mij, die had dus vorig jaar heeft hij een plant weten te fabriceren. Die was bijna 2 meter hoog. En die onderstam, die was ja, zo dik als mijn pols, zo'n beetje. Ik heb vrij dunne pols hoor. Maar zo dik was die. Hè? Oh. En voor de rest dus. Pesticiden, ja, in principe moet je het niet hebben, mensen. Dat is helemaal niet leuk. Dit is dan een artikeltje over seks. We gaan zo dadelijk even lachen over Google. Dat wordt echt wel heel leuk. Dan ga ik ze echt ongelooflijk lopen afzeiken. Wat is de invloed van dating apps op ons liefdesleven? Nou, daar kan je heel kort over zijn. Kijk, het gaat in de mens, die kan niet in zijn eentje leven. Je zou dat heel diep esoterisch kunnen doortrekken door te zeggen dat ook een goudatoom wil niet in zijn eentje zijn. En zoekt een ander goudatoom op en zegt, oh, jij bent ook net als ik. En daar komen die goudaderen vandaan. Maar mensen hebben andere mensen nodig, zonder meer. Al was het alleen maar omdat toen je geboren werd, toen vloog de pies en de poep alle kanten op. En toen je ouder werd, uiteindelijk vlak voor het einde, had je hetzelfde probleem. En beide keren moest er iemand zijn die voor jou zorgde. En dat samenleven, dat dus noodzakelijk is voor ons, dat is oftewel een los zand samenleving. Vandaag de ene keer die en de andere keer dat. Hey, we zien het wel gewoon. En hallo. Maar dat bindt niet. En een app, een application. Een Tinder is dan zo'n seksapp. En Happen is er dan ook één. Happen. En een of andere Fries, Jitse Schuurmans, denk ik dan. Ik denk die Fries is, maar Fries is, maar ik denk Friese naam is. Die doet er onderzoek naar. Ja, waar kan die onderzoek naar doen? En dan is dan deze week, hij houdt een blog bij over zijn bevindingen. Ja, ik heb een beetje moeite met het feit dat een promovendus zijn dagen zoet houdt met het bijhouden van een blog. Ik heb nooit gepromoveerd.
Maar ik ben wel afgestudeerd. En in die dagen hield ik me bezig met mijn onderwerp. En hij houdt zich dus kennelijk bezig met het bezighouden van andere mensen. En hebben gebruikers van dating apps veel toevallige seks, casual seks, one night stands. Ik heb daar een punt mee. Ik denk niet dat ik dit naar onderen toe ga uitlezen, maar dit kan dus niet. Ik ben helemaal geen vroom of celibatair of zo iemand. Echt niet. Maar seks, dat is iets dat moet je oefenen. Dat moet echt gebeuren. En gewoon eventjes hampetampen, dat noemden wij en mijn vrienden, dus I en I. Dat noemden wij hem erin hangen, als oppervlakkige seks. Nou, een oppervlakkige seks, dat gebeurt heel veel. En seksles is nergens te krijgen. Dat is ook weer zo. Wel is het zo, als jij een partner weet te vinden en het gaat goed en je went aan elkaar en dan ga je samen dingen doen. En dat laatste moet je even goed onthouden. Dat was niet toevallig dat ik dat zei. Ik zei samen dingen doen. Doen. Handelen. Ja. Samen handelen. Samen doen. Niet kletsen. Naar de sterren kijken. Dat heeft niet zoveel zin. Maar samen dingen doen wel. En dan moet de ene wat doen en dan moet de ander wat doen. En dan krijg je uiteindelijk krijg je wel iets van seks. En die kan verhipte goed zijn. En als je samen goed dingen kon doen, dan kon het wel eens zijn dat diegene met de ballen die nog steeds in de buik hangen, dat noemen wij vrouwen, dat die dus er twee benen bij krijgt. Of twee keer twee benen. Een tweeling heet dat. En seks is prachtig. En dat mag je ook echt voor mij vrije tijdsachtig doen. Of gewoon ter oefening. Of maar dat je het hierover gaat hebben als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Sorry hoor. Een oppervlakkige seks waarvan had Jitse Schuurmans moeten weten dat het niks voorstelt. En kennelijk weet hij dat niet. Dus kennelijk heeft Jitse Schuurmans alleen maar oppervlakkige seks gehad en vindt hij dat wel best. Hoe oud is die vent? Even kijken of ik nog iets over kan zeggen. In deze overvloed aan losse seksuele contacten waren er weinig jonge mannen die een vaste relatie aangingen. Ja, vind je het gek? De 80% van de vrouwen waarmee ik heb omgegaan, hadden op een of andere manier, tot en met letterlijk, seks met andere mannen. En dan komen ze thuis en dan gaan ze ervan uit dat jij de afwas gedaan hebt. De grote Duitse filosoof, Arthur Schopenhauer, die heeft een essay geschreven. En het heet Over vrouwen. En dat klinkt op zijn Duits klinkt dat heel erg politiek correct. Nederlands is daar niet voor bedoeld. En dat essay van Arthur Schopenhauer is opgenomen in een bundel die in het Nederlands is uitgebracht, Nederlands vertaald. Die essays zijn vertaald.
waaronder over vrouwen. En dat boekwerk, dat kostte toen €9,95. Ik vind dat geen geld voor zo'n goed boek. Dus dat heb ik onmiddellijk betaald. Want ik kan geen Duits. Ja, een beetje kunnen wonen. Ein bisschen Liebe, ein bisschen Freude. Du bist alles. Ik kan niet dat officiële echte Duits. Dat boek, dat heeft een hoofdtitel gekregen. En die titel is: Er is geen vrouw die deugt. En dat is het probleem. De moeder van mijn kind, die ging net als ik heus wel graag een keertje een wijntje drinken in het kroegje om de hoek. Alleen haar lukte het wel om een man op te pikken. En ik kwam er ook. Maar naar mij keken die vrouwen niet om. Dan heb je daar de uitzondering van de rijke directeur met zijn secretaresse. Dan had jij maar zijn secretaresse moeten worden. Ja. Als jij niet bereid bent om de administratie te doen voor je kerel, ja, dan gaat hij vreemd. Met zijn secretaresse. Had je maar mee moeten werken. Want de man, die moet al het werk doen. Dat is het allerbelangrijkste ding wat ik ter afsluiting aan die feministes wil zeggen. Want als je echt wil werken, dan moet je die mannen laten werken. Dan werk jij. Dan krijgen we hier als laatste Google. Die sukkels. Ik heb nog 10 minuten en dan moet ik echt boodschappen doen. Waar is Google allo gebleven? En Google heeft dus kennelijk een berichtenapplicatie gemaakt van allo. En of dat wel zou lukken. Dat vroeg de Volkskrant zich toen al af. En of ze WhatsApp in verlegenheid zouden brengen. En het antwoord is nee. Tenzij er iets heel bijzonders gebeurt. Android Police, ik zou niet echt weten wie dat is, maar constateert dat de berichtenapplicatie inmiddels buiten de top 500 van Google's eigen appwinkel is gevallen. Vanaf half december is de trend duidelijk naar beneden. Het lijkt er dan ook op dat deze poging gaat stranden, ondanks de recente toevoeging van een chatbot die ook in gifjes kan communiceren. Kijk, het punt is bij deze: wij dienen met elkander te communiceren. Dat moet kunnen. En wat ze ons bieden, dat zijn appjes. Zo. En je flappert het wat op je, je flapt wat op je appje. En je veegt wat heen en weer met je dingetje. En iedereen die stuurt maar een fotootje en een berichtje. Waar zit je nu? Ik zit in de trein. Ja, wat denk je dat die berichten gaan verdwijnen? Die berichten belanden allemaal in de prullenmand. Dus je kan appen wat je wil, maar dat wordt niet opgeschreven. Dus alleen maar tijdelijk is het even aanwezig en meer niet. Wat wij nodig hebben, dat is een systeem waarin we echt kunnen vertellen wat er gebeurd is. Een soort archief, zullen we zeggen. Een archief wat zowel Nederlands als Engels is. En dan kunnen we het er daarna altijd nog gaan hebben over Duits en Frans. En dat hebben wij nodig. En dan de echte dingen. En dat moet gefilterd gaan worden. Kortom, alles wat wij journalistiek noemen. Dus met een journalist die op pad gaat en die gegevens verzamelt.
En een redacteur die dat filtert. En een hoofdredacteur die... Dat moeten wij zelf gaan maken. En dat niet overlaten aan een concurrentieslag tussen Google, Allo en WhatsApp. Want daar gaat het helemaal niet om. We hebben toch al e-mail. Waar heb je Google dinges voor nodig? Hooguit dat op je iPhone is je e-mail interface niet zo handy. Dan wil je een iets ander dingetje. En je kan het toch allemaal al? Alleen wij wauwelen in de ruimte. Wij schieten onze berichtjes heen en weer. En meer niet. En het verdwijnt allemaal in het niets. En dat is niet zo'n goed idee. En dat weten deze eikels van Bill Gatjes en zijn kompanen. Want Google en Microsoft, dat is achter de schermen één pot nat. Voor degene, ja, als je dat niet wist, het symbool van Microsoft, dat is een vlag. En het symbool van Google, dat is een cirkel. En zowel die cirkel van Google als die vlag van Microsoft, die zijn in vieren gedeeld. En momenteel heeft Google, denk ik, ik weet niet, ik zal even erbij zoeken of dat symbool er nog is. Het was toen zo. Google. Dan heb ik nu een probleem. Ja, Google. Daar heb je echt een probleem met. Dan moet je googlen op Google. Dan moet je images. Ja, je ziet wel die vier kleuren. Maar het was een rondje. Ja, hier zit hij. Kijk, 1, 2, 3, 4. En dan heb je die kleuren van Microsoft. Die zitten ze ook in. Ja. Rood, groen, blauw, oranje. Rood, groen, blauw, geel. Die vier kleuren. Dat is één potnat. Het zijn de jongens die proberen om de hele boel... Ja, dit is dat vlaggetje. Dat was wel heel beroemd. En hier was er dan een variatie ervan gemaakt. Met een kubus en blauw en dingen zo. Deze jongens ze hebben hun taak verzaakt. Ze hebben een puinhoop van gemaakt. We hebben er niks aan. En wij zullen het zelf moeten gaan doen. Dus geen enkele andere keuze. Deze jongens gaan het nooit meer goed doen. Die hebben het echt voor eeuwig verknald. Het is een verhaaltje over Apple. En Apple is momenteel van de eerste plek gestoten als het meest waardevolle merk ter wereld. En dat komt omdat Google als zoekmachine. Dat is de winnaar. Dat gaan ze zo dadelijk. Die gaat er ook aan. Maar dat duurt nog een tijdje. En de merkwaarde van Google, de merkwaarde van Google, zou in 2016 met bijna een kwart zijn gestegen tot een kleine $110 miljard. En die van Apple daalde van bijna $146 miljard naar dik 108. Ja, dan moet jij dus dik 107. En dan hier een kleine 2010. Wow. Beetje interessant doen over iets wat er helemaal niet aan de hand is. En Apple computers die werken goed, maar vind ik zelf. Ik gebruik ze zelf. Dat is prima. Hey, hartstikke bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben.
En het is nu, het is 1 uur en 10 minuten geworden. Maar dat kan toch wel, hè? Dus ik ga even naar de snackbar. En dan ga ik nadenken over mijn volgende uitzending. Dit was gewoon het nieuws van de Volkskrant. Doeg! Op zijn hamburgers. Tjus! En dag, liefers.